Het zelfbeeld van ouderen. Hoe kijken zij zelf nu eigenlijk aan tegen ouderen en ouder worden? Daar is iets ingewikkelds mee aan de hand. Ik ben Rieke Schouten en ik houd mij bezig met ouderen en oud worden. In de vorige vlog sprak ik al even over mijn oma. Zij is al lang geleden overleden, in de tijd dat ik studeerde. Maar ik herinner me nog goed dat ze altijd met een zeker dédain over die oudjes sprak. Of in elk geval niet als over een groep waar ze zelf bij hoorde. Terwijl de mensen waar ze het over had toch nauwelijks ouder waren dan zij. Dit is mijn oma, Hendrika Wilhelmina van Beekhuizen. Ik ben naar haar vernoemd. Mijn oma was een echte Harderwijkse. En toen ze wat ouder werd en weleens moeite had om op te staan uit een stoel, zei ze dan in het plat Veluws, oud en stief en nog geen 80. En ik moest er altijd om lachen, want ze zei dat ook toen ze al wel 80 was. Kennelijk was 80 zijn iets wat niet bij haar hoorde. Ik kon daar toen wel om lachen, maar mijn oma staat daar natuurlijk niet alleen in. Heel veel mensen blijken zich jonger te voelen dan hun kalenderleeftijd. Ikzelf trouwens ook, als ik eerlijk ben. Tot een paar jaar geleden stond ik gevoelsmatig nog heel dicht bij mijn studietijd. Ik had het gevoel dat het toch maar net achter me lag en dat ik nog half tot die categorie studenten behoorde. Totdat op een dag mijn nichtje van 18 ging studeren en ik me realiseerde dat zij amper geboren was toen ik afstudeerde. Het is niet anders. Ik ben een vrouw van middelbare leeftijd. Er is best veel onderzoek gedaan naar de beleving van leeftijd. Ik gebruik die twee artikelen uit Psychologie Magazine die ik later opneem in mijn aftiteling. Het aardige is dat je jonger voelen nog niet speelt bij zo'n 18-jarig nichtje. Het kantelpunt blijkt te liggen bij zo'n 25 jaar. Daarvoor voel je je ouder en daarna voel je je jonger. Uit Amerikaans-Deens onderzoek blijkt dat mensen zich op hun 30ste gemiddeld 12% jonger voelen en op hun 40ste gemiddeld 20%. En die 20% die blijft dan zo ongeveer de rest van je leven. Dat zou dan betekenen dat een 80-jarige zich ongeveer 64 jaar voelt. Gemiddeld dan natuurlijk. Ook ouderen voelen zich dus vaak jonger dan ze zijn. Deze zin is eigenlijk een beetje problematisch, want de mensen die ik nu ouderen noem, voelen zich vaak geen ouderen. Dat vind ik een interessante gedachte. De categorie ouderen bevat dus deelnemers die zelf niet vinden dat ze bij die categorie horen. Hoe komt het nu dat ouderen zich gemiddeld zoveel jonger voelen dan ze zijn? Ik noem drie mogelijke verklaringen. De eerste is sociaal wenselijkheid. Psychologie Magazine noemt een Amerikaans onderzoek dat dit als verklaring geeft. We willen in deze tijd graag jong en actief zijn. En daar gedraag je je naar. Je kleed je vlot, je beweegt genoeg, je eet gezond en dat heeft impact op je gevoel. Een tweede mogelijke verklaring voor het gevoel niet oud te zijn is dat we gewoon langer vitaal blijven. Gezondheidszorg, voeding, van alles zorgt ervoor dat we langer gezond blijven en vitaal. En dat heeft weer zijn effect op de ervaren leeftijd. De derde reden, een mogelijke verklaring, ligt hier dichtbij en heeft te maken met de vergelijking met vroeger. In mijn jeugd waren er veel 70-jarigen die er in mijn beleving nu uitzagen als 100-jarigen. Ze liepen krom met een stok, hadden hele ouderwetse kleren aan, lelijke steunkousen. Zo'n beeld. En omdat de 80-jarigen van nu zich niet herkennen in dat plaatje, hebben ze ook niet het gevoel dat ze oud zijn. Want ze lopen niet krom en ze hebben geen lelijke steunkousen, dus kunnen ze ook geen 80 jaar zijn. De beeldvorming bij ouderen zelf over ouderen en ouder worden is vaak ook ronduit negatief. En dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Aan de ene kant zien ze zichzelf dus niet als ouderen en aan de andere kant denken ze ook nog eens heel negatief over ouderen. Denk maar eens terug aan mijn oma. Bij haar zag je die combinatie ook. Ik heb er ook wel een aardig citaat van, uit een focusgroep onderzoek wat we hebben laten doen. En daarin zei een oudere dame toen ze werd gevraagd hoe zij ouderdom beleeft. Nee, tuurlijk is het ook wel positief. Zo heb ik meer tijd en ik doe enorm veel zoals ik al vertelde. Maar nee, ik heb nooit iets met ouderen gehad en ouderdom. En zie het wel als iets zwarts, ja.
En Gertsie, nee, ik vond en vind die ouderen maar saai en traag. Daar is niks mee te beleven. Al met al maakt dit het moeilijk om goed oud te zijn. Ik heb 2 kinderen en volgens mij lukt het niet om een goede moeder te zijn als ik ontken dat ik het ben en als ik er niets mee heb. En ik weet het niet precies, maar voor mijn idee geldt zoiets ook voor ouder worden. Goed oud worden is precies waar deze vlogs over gaan. Nog een hoop werk te doen dus. De volgende keer ga ik nog wat verder in op de achtergronden van de negatieve beeldvorming en de gevolgen daarvan. Vond je het interessant? Abonneer je dan op dit kanaal en geef een duimpje. Tot ziens!